Nou, we zagen straks in een van de sessies een hele mooie groeicurve voor deelauto's. Bijna exponentieel. Nou is exponentiële groei in het begin heel erg bescheiden. Zien jullie die groei doorgaan en wat zou jullie blokkeren? Wat speelt daar? Hoe optimistisch? Nou, ten eerste die exponentiële groei die zag ik ook. Maar dat plaatje had vooral betrekking op het aantal auto's die gedeeld werden. En de vraag is natuurlijk eigenlijk eerder hoeveel deelautogebruikers zijn er gegroeid. Dat is zeker ook groeiende. Exponentieel wil ik hem niet noemen. Maar wel boven onze verwachting. En dat heeft dus daarom ook in combinatie met meer ritten impact op onze omzetgroei. Steeds goedkoper. Er wordt al gesproken van private lease voor 150 euro per maand. Dat is 3 euro per, 5 euro per dag, zeg maar, een buskaartje per dag. Gaan mensen, als dat de toekomst is, nog steeds auto's delen? Nou, je ziet dat onze gemiddelde klant bij Greenwheels voor veel minder euro in de maand rijdt dan zo'n private lease rijder betaalt. Overigens, dat is een bedrag ook zonder benzine, dus die moet je dan natuurlijk ook nog bij optellen. Dus dat zijn totaal andere klanten of een totaal andere doelgroep. Dus ik geloof zeker dat een private lease rijder zijn auto nog prima kan delen met anderen om die kosten te drukken. Gaan jullie dan ook die private lease auto regelen in combinatie met zo'n deelsysteem? Wat Snapcar nu bijvoorbeeld doet met deels private lease. Is dat ook iets wat op jullie roadmap staat? Wij zijn altijd op zoek naar het aanpassen van onze dienstenportfolio. Wij zeggen eigenlijk bij Greenwheels willen we zo relevant mogelijk zijn voor zoveel mogelijk mensen in zoveel mogelijk situaties. Dat kan betekenen dat wij onze standaard dienstverlening die we nu hebben in de toekomst zullen uitbreiden. Of het de P2P kant op gaat is nog de vraag, maar het zou zeker kunnen.